Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een flink pak bewolking momenteel boven Nederland en dat hebben we allemaal te danken aan een warmtefront dat over ons land trekt. Bij dat warmtefront wordt flink wat regen en daarachter komt zachtere lucht ons land binnen, maar overdag is het lange tijd kil. Met name in het noordoosten kan het tot de avond wel eens lange tijd met uh, beneden 6 graden nogal waterkoud zijn. Dus bewolkt met van tijd tot tijd, dus perioden met regen. Soms kan het behoorlijk intensief regenen. Met in eerste instantie temperaturen van 6 of 7 graden. En daarbij een meest matige zuidwestenwind. Maar gaan we door naar vanmiddag, dan schuift de regen wat op. De meest intensieve regenval in de noordelijke helft van het land. In het noordoosten, dus nog erg lang kil. Met een graad of 6. Maar in het zuidwesten, dus al die zachtere lucht. Want daar is het vanmiddag al een graad of 11. De wind gaat wel naar het westen draaien en neemt een kracht toe. En is dan meest aan zee vrij krachtig tot soms even krachtig. Windkracht 5 of 6. Vanavond en vannacht blijft het dan bewolkt, maar geleidelijk aan gaat het wel minder hard regenen. De temperatuur kan op sommige plaatsen nog wel behoorlijk onderuit gaan, met minima tussen de 3 en 6 graden. Maar op de meeste plaatsen blijft het aan de zachte kant met een graad of 5. De wind neemt weliswaar weer iets in kracht af. En het noorden van het land houdt nog altijd te maken met regen. Ook morgen is het nog vaak bewolkt. Soms valt de lichte regen of motregen. In het noordoosten van het land kan de regen wat intensiever zijn. Het is wel een stukje zachter dan vandaag, met 11 of 12 graden. Lokaal kan het in het zuidwesten van het land zelfs 13 graden worden. Daarmee is het toch behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Daarbij waait de meest matige tot vrij krachtige zuidwestenwind: windkracht 3 tot 5. De komende dagen dan gaan we de zon wat vaker zien en gaat het ook iets minder vaak regenen. En kijk vooral naar de temperaturen: woensdag zacht met 11 tot 13 graden, donderdag zelfs 14 of 15 graden. Daarbij kan het aan zee en ook in het binnenland toch wel flink waaien hoor. Vrij krachtige wind boven land en soms krachtig of hard aan zee, windkracht 6 of 7. Vanaf vrijdag dan blijft het licht wisselvallig, maar gaan de temperaturen in de middag wel ietsjes onderuit. Het blijft nog altijd zacht voor de tijd van het jaar en ook een enkele bui blijft mogelijk. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl